65 moet weer gewoon 65 worden. Er zijn te veel mensen met die leeftijd die geen werk hebben. Kost enorm veel aan uitkeringen. Gewoon de AOW weer terug naar 65. Wat kost dat? Dat kost helemaal niks. Omdat je daarmee jongeren aan een baan helpt. Omdat je daarmee zorgt dat er minder uitkeringen worden uitgekeerd. En dat is ook goed voor de economie. Er gaan tientallen miljarden om in de AOW. Als je dat weer naar 65 brengt, dan wordt het bedrag toch groter? Nee, dat bedrag wordt absoluut niet groter. Juist omdat er nu een armoede aan het ontstaan is onder ouderen. En die armoede drukt ook op onze economie.